Ik heb toch een salade eten, ik ga geen snoep eten. Ik voel me nu wel al heel slecht, want we proberen allebei gezonder te eten. Ik ben een heel erg blote billenhoofd, want Celine gaat mij lekker opmaken met Yves Saint Laurent producten. Heerlijk! Ik heb een fotomoment met Lizzie en zij ging in de make-up en toen dacht ik, dit bevalt mij ook wel. En ze hebben volgens mij ook nieuwe producten. Ja, kijk hier achter jou. Achter jou. Hier achter mij. Wow. Ik heb net geleerd, ik draag hem namelijk de slim aan. Ik laat jullie zo de before en after zien, jongens. Ze zit helemaal in het element, deze dame. Oeh, blush is wel blush van mijn lievelingsproduct. Ja, voor mij dus ook. Dus er zijn allemaal nieuwe blushes uitgekomen, nieuwe highlighters. Oké, highlighter is mijn lievelingsproduct. Oh, dit is dus... The Walk the Line Magic. Oké. The Walk the Line Magic, ja. En foundation stick is weer iets anders dan een concealer. Ja, nee, je kunt het ook als een concealer gebruiken, maar... Ja? Je kunt het voor allebei gebruiken. Handig. Dus wil jij het ook in je hele gezicht gebruiken, dan is dat prima. Oh, super. En wil je het alleen maar onder je ogen gebruiken, kan het ook. En het kan dan in je tas gewoon, dat vind ik ook wel een uitkomst. Wie hebben we daar? Hallo! Work in progress. Lisa in progress. Lipkleurtjes. En nog meer heerlijks. Hoe kan je iets doen? Hey, Lisa. Hello, my friend. Jouw wenkbrauwen zien er heel goed uit. Jullie blijven even geverfd. Net met Lizzie geluncht bij het Hoeksten en even bijgepraat. We hebben natuurlijk vrijdag onze meet and greet in de Bijkorf. Dus we waren even aan het bespreken wat we allemaal voor tips zouden geven. Welke trends we gingen bespreken. En gewoon even bijkletsen over het leven. Voor je het weet zijn toch weer een paar maanden voorbij. Ik zag het ook al gebeuren dat we dan vrijdag de hele tijd met elkaar willen kletsen. En nu ben ik lekker op kantoor met Jessie en zijn we even dingen aan het wegwerken. Ja, dat is een beetje. Deze oorbellen maken zoveel geluid. Echt een constante ringtoon van gouden slimballen. Ik was net bij Valentien, mijn health en lifestyle coach. En ik had haar best lang niet gezien. Ik kreeg het qua planningen gewoon niet rond. En ik ben echt wel veel teruggevallen en ook qua centimeters en gewicht. Ik heb het niet gefilmd omdat het toch best persoonlijke afspraken ook zijn en je zit ook gewoon in het moment. Dus nu gaan we even een nieuw plan maken waarbij we elkaar wat meer gaan zien. Want ik merk gewoon dat ik zoveel dingen doe en op zoveel vlakken ook graag wil of moet presteren en alles moet geven. En dat het me gewoon niet lukt om dat voor dit ook helemaal zelf perfect te doen. Dus dat ik wel wat meer hulp nodig heb. En ook als ik naar haar toe ga, dan heb ik weer helemaal van yes, oh ik wil het goed doen. Ik ga toch een salade eten, ik ga geen snoep eten, geen cola drinken, dat soort dingen. Dus die motivatie, die stok achter de deur heb ik wel wat meer nodig. Dus ja, ik neem jullie natuurlijk mee in het proces als ik wat intensiever ermee aan de slag ga. Hey, de eerste douche in mijn badkamer is een feit. Echt alsof ik in een hotel in het hoogste aan het douchen ben. Precies wat ik wilde. Heel veel water. Super lekker. Wat een goed begin van de dag. Ik ben me snel aan het opmaken, want ik moet naar de Linda-redactie. Dus ik heb nog 5 minuten of zo. Succes erbij. Aankleden. Nog niet ontbeten. Top. Hey guys. Oh, wat is er gebeurd er allemaal met mijn huid? Wat vreselijk. Ik heb eigenlijk sinds gisteravond een hoofdpijnaanval en ook heel slecht daardoor kunnen slapen. Ik zat de hele tijd te denken, ga weg, ik heb mijn slaap nodig. En dan lukt het natuurlijk niet. Oh, ik heb een Vogue-t-shirt aan. Hallo! Wil iemand mij op de Vogue-cover op dit moment? En vandaag heb ik echt heel veel last van mijn hoofd, achter mijn ogen en... Helemaal trillerig ben ik ervan en geen eetlust. Het kan ook komen omdat ik weer bijna aan mijn stopweek moet beginnen. Dus dat stoppen met de pil of niet verhaal heeft hier ook toch weer een zaadje geplant in mijn hoofd. Want het schijnt dat die migraines dan wel minder worden. Verder heb ik dus shownieuws op de planning staan voor vanavond. Maar ik weet gewoon niet hoe ik met dit hoofd dat kan doen. En ik voel me dan zo schuldig en bezwaard. Dus ik ga nu even polsen of... ze eventueel nog iets op kunnen lossen of niet. Ik ben niet iemand die zich snel ziek meldt. Maar aan de andere kant wil ik ook alleen werk af kunnen leveren wat goed is, weet je wel. Verder is mijn huis echt een beetje een rommeltje. Omdat ik natuurlijk bij Jordi zat de afgelopen tijd. Dus dat moet ik ook maar even in orde maken voordat ik in ieder geval vakantie ga de komende dagen. Goedemorgen. Het is nu alweer donderdag.
donderdag. En ik heb gisteren show afgezegd. En ben even een beetje weer beter voor mezelf gaan zorgen. En heb veel pillen genomen en ben in bed gelegen. En het heeft wel gewerkt. De hoofdpijn is weg, dus dat is heel fijn. Want anders zat ik er vandaag ook nog mee. Ik word gebeld. Ik heb nu een afspraak in het Soho House. En dan mag je dus niet filmen. Hallo! Ik dacht, ik bel je even. Ik ben bijna voor de deur. Tot zo, doei! Dus, we hebben nu een afspraak. Dan ga ik weer naar huis. Daar is Evie aan het werk. En die is echt mij als superster aan het helpen met allerlei hele praktische dingen. De tours en dat soort dingen. Super fijn. Geeft me echt veel headspace en ze is hartstikke leuk. Dus dat is ook fijn. En verder is het weer een hele mooie dag. Er zit ook Linda deadline. Dus ik moet eigenlijk op 3 plekken tegelijk zijn. En ik kan niet wachten tot mijn vakantie. Goedemorgen. Ben ik in mijn lieftallige badkamer met een make-upvrij hoofd. Hoort ook bij het leven. Ik was net mijn vlog aan het laatste editing doen. Die deze zondag online komt. En toen zag mijn huid er zo goed uit in mijn failed shot. Ik was helemaal zo van skin goals. En nu ben ik weer helemaal wallerig en vlekkerig. En heb ik allemaal plekjes. Terwijl het echt heel goed ging de laatste tijd. Soms had ik echt dagen dat ik gewoon in principe niks op hoefde. Doen we nog steeds alleen een BB cream met echt 1 druppeltje foundation voor dit soort dagen. Ik denk toch, hoe minder je erop smeert, hoe beter. Of niet eens een BB cream, het is een tinted moisturizer. Waar ik echt dol op ben. Ik zal binnenkort weer een keer een beauty video doen, want daar is altijd wel veel vraag naar. Dus laat me even weten wat je dan wil. Want ik heb nu natuurlijk ook een mooie badkamer waar ik mezelf beter kan filmen. Dit is echt niet het beste shot wat ik zou kunnen maken. Ik heb even mijn camera op een face mask gezet. Zodat die wat hoger staat. Anders zit je echt vol in de boobs. Kan ook. Maar aangezien mijn kijkers echt 99% vrouw zijn. Weet ik niet of dat... Alhoewel, kan. Dat ook gewaardeerd wordt. Het is nu 8:30 en ik ben heel vroeg opgestaan. En toen heb ik dus al aan de edit van mijn video gewerkt. En me verder ergens mee geholpen. En 3 mails gestuurd die eruit moesten. Dus ik voel me zwaar productief. Ik heb nog niet ontbeten alleen. Ik moet zo weg. Maar zometeen ga ik even met Nicole een paar dingen schieten. Die we allebei moeten doen of willen doen. Het is toch wel fijn als je elkaar kan helpen. En nu Emma naar Antwerpen verhuisd is, mis ik soms echt wel mijn fotografen buddy. Maar ik vind het super leuk natuurlijk voor haar dat ze dat heeft gedaan. Het inspireert me ook wel echt om te denken, oh ja, je kan in principe gewoon op elk moment je spullen inpakken en gaan. Wat ik trouwens van de week leerde van Celine Bernhard, zijn make-up artist, is dat mensen dus hier altijd heel veel concealer doen, maar dat je hier aan de binnenkant, dat dit dan blauw wordt bijvoorbeeld, dat je hier heel goed kan zien of iemand slecht geslapen heeft of zo. Ik ben me helemaal kapot aan het smeren daar in die ooghoek. Ik heb een nieuwe touche klaar. Favoriete concealer aller tijden nog steeds. De True Match van L'Oreal. Deze vind ik zo fijn. Ik stip gewoon even de plekjes aan. Doe een beetje die, die en die. Doe nu nog een klein beetje van deze vloeibare highlighter. Volgens mij doen mensen dit normaal gesproken onder een hele foundation als een soort primer, maar ik gebruik het als een highlighter. Ik vind deze echt super mooi. En omdat dit dus zo'n joekel is, ik denk echt dat je hier gewoon 2 jaar mee kan doen.
zoals je ziet doe ik het eigenlijk vooral hier. En dan borstel ik het ook een beetje onder mijn oog. En in zo'n C-vorm. Het is eigenlijk niet te doen volgens mij dat je dit ook hier doet. Maar bij mij heeft het wel een heel wakker effect. Wat altijd lekker is. Ik doe mij nu ook een beetje. Er zitten ook geen glitterstukjes in of zo. Dus daardoor lijkt het gewoon echt een glansje. En nu ziet mijn huid er toch echt al wel gezond en glowy en mooi uit. Oké, jammer van deze bal, maar ja, daar is niet tegen op te smeren. Pak ik deze, die echt geweldig is. Zo mooi. Deze is echt perfect voor je ooghoekje. Daar. Ben ik betrapt? Het is zo'n grappige barre gespriet aan de achterkant van je haar. Zo'n lief ochtendhoofd. I can't. Hallo, hallo. Helemaal up and running. Ik ben met Nicole bij Bed & Buffet. Wat een bed and breakfast is die bij het buffet van Odette hoort. Van Odette dus ook. En dit zit echt in een van de leukste, mooiste panden van Amsterdam. Het ziet er echt geweldig uit. Ik zal het zo laten zien. Ik heb ook een keer geslapen zelf. Dus als je ooit een plekje zoekt in Amsterdam wat als een huis voelt, dit is het. En we gaan nu even wat foto's maken. Hey! Hey! Yes, elke vlog zit Nicole in tegenwoordig. Dit is echt goed nieuws. Een paar kleine foto's. Klein avondtasje meegenomen. Lekker klits. Hoe briljant is deze keuken? Ik ben echt op alles verliefd in dit huis. Het is echt gestoord hoeveel inspiratie je hier uithaalt. Op de een of andere manier past alles ook zo goed bij elkaar. Echt geweldig. Superleuke badkamer. Hallo. Ja? Hey! Deze hoort ook bij het interieur. Hallo! Och, hou op, schijn uit. Hey Lengo! Ah, Jassie! Dat is een matchel. Dat is ook geen woord, maar ja, heerlijk. Het is een soort, waar Duits is voor middel. Middel. Cool, en ik zijn net klaar. En nu zeg ik even, ik heb snel een soepje eten en dan door naar de Bijenkorf in Rotterdam. En Jordi komt even langs. Zo gezellig! Altijd fijn. Ik vind je liefde te zien. Deze cute. Oh my god, zo leuk! Meiden! De look. De look in de lizard. Hallo. We zijn ook zelf aan het shoppen geslagen. Ik heb even deze trui aan van Acne. En een hele leuke zebrabroek van Isabel Marant. Een soort ripstofje. Iemand is een foto aan het maken. Ja, lekker lookje ook. Het geluk is nog niet zo waar, hè? Ja. Die gouden is ook wel echt te gek. Ik vind eerlijk gezegd deze total look gewoon wel heerlijk, hoor. Onze meet and greet zit erop. En nu hebben we meet and greet. Want we gaan heel vet eten. Meet en Mackie. We hebben zo'n honger en het is al 9:30 nu en we hebben ook nog niet gegeten. Dus we zijn langs McDonald's en we nemen allebei lekker kipnugget minuutje. En ook had ik wat chicken tenders die ik wilde proberen, want dat hoorde ik al op de radio in de reclame. Op de hele weg hadden we zo beïnvloed. Oldschool reclame werkt gewoon nog heel erg. Ik heb zoveel zin, ik voel me nu wel al heel slecht, want we proberen allebei gezonder te eten. Ja, en ik heb vanmiddag ook friet gegeten. En een lumpia heb je. En een lumpia. Ik nog helemaal braaf van wortels. Maar daarom is het gewoon heel de dag met cheat day. Gewoon ja. Cheat to the max.
Want Joek appte me net dat hij nog even mijn app ging opgroeien. En toen zei ik, doe maar misschien chip. Toen zei hij wel, toen zei ik, surprise me. En dan weet ik zeker dat hij nu echt vijf zakken chips heeft. Dat hij bang is dat hij het verkeerd doet. Lekker wel. Weekend! Zaterdag en het is goddelijk weer. Dus Jordi en ik zijn net gaan lopen door de stad, een beetje Haarlemstraat. We hebben nu eten gehaald en een kleed bij ons en heel veel tijdschriften. En we gaan lekker een mini picnic doen. We hebben kippenvleugeltjes en kimchi en tomaten en worteltjes. En noedelsalade en biertjes. Heel random, maar heel lekker. Ik heb aan een zilveren slipdress met een t-shirt erop geknoopt. En het is echt alsof het zomer is. Heerlijk. Een heel klein tentje bij het Haarlemmerplein, wat in Parool een 8,5 heeft gekregen en allemaal dumplings en zo verkoopt. En kijk wie daar zit, mijn tweelingbroeder. Zit jij daar nog? Oh, hoi! En hoe zijn ze? Het is echt fucking lekker. Ja? Oké, nice. We zijn in de slaap. Wat toch wel een van mijn lievelingsplekken in de stad is. Je ziet hem vaak voorbij komen in mijn poging mijn gezonde leven enigszins te hervatten. Dus we eten hier even een lekkere salade of een bol of een soepje. En een lekker kombucha. Voor wie niet kombucha kent, een soort iced tea, maar dan wat gezonder. Met probiotica erin, wat goed is voor je buik en dat soort dingen. Dat is heel heel lekker. En dan gaan we naar de film. We gaan naar Black Clansman, die ik heel graag wil zien en veel goede verhalen over gehoord. Dus gewoon een chillen avondje. Morgen ga ik weer knallen met mijn huis opruimen en werken. Maar vandaag is even een genietdag met mijn boy. Ik dacht ook even een lipstickje erbij. Het komt helemaal Frans. Wat heb jij? Tofu curry. Tofu curry. Ik heb een gado gado salade met kip. Een soort pindadressing, ei, broccoli en allemaal groenten. En een... volgens mij een soort pompoensoep met koriander en we hebben dus een vegan cheesecake. Ik heb deze kikkert, Marokkaanse kikkert. Vegan cheesecake met salted caramel. Ik heb eerder die andere cheesecake gehad, die was echt mega lekker. Dat is natuurlijk iets minder gezond. En mijn lievelings, die kennen jullie al uit de vlogs. Ik hou helemaal nooit zo van gezond eten. Maar dit vind ik allemaal echt heel lekker, dus het is wel echt een goede plek voor mij om te hebben ontdekt. Ik heb trouwens heel lang geleden, 2 jaar of zo, misschien langer, met Nina, de oprichter van Sla, een interview gedaan. Dat zal ik wel even hieronder in de bio zetten. Inmiddels is natuurlijk heel veel veranderd en hebben ze weer allerlei nieuwe vestigingen. Maar het is echt wel heel tof hoe zij met de behoefte om snel iets gezonds te kunnen eten in een grote stad een heel imperium aan het opbouwen is. Dus dat vind ik wel heel vet. Dus misschien vinden jullie dat leuk om te kijken. Ik heb al lang niet zo'n interviewvideo gedaan. Dus laat me weten als je daar toch behoefte aan hebt. Het werd nooit super goed bekeken, maar ik vond het zelf wel leuk om te doen. Doe je toch lekker? Leuke bijdrage. Het moet voor jou toch ook een beetje leuk blijven, mensen. Vooral voor jou. Zou ik jou interviewen als carrièrevrouw? Dat is goed. Als carrièrevrouw, mijn interview. Ja. Soep het alweer. Het is echt lekker. Ik wil die ook. Geef het terug aan mij. Ik heb de hele dag gewerkt in de ochtend en het is nu 1:15. Ik sta voor de deur van Lena's kantoor omdat we Nicole hier gaan verrassen met een surprise lunch voor mijn 30ste verjaardag. Dus ik denk dat ze naar een voorstelling gaat. We zijn allemaal hier aan het verzamelen. Zo fantastisch. Hallo! Echt prachtig. Oh, zo leuk! Lena heeft echt super leuke dingen gemaakt. Ja, het is een echt heel goed dag. Ja, dit zijn de grootste bedrijven. Hou op met me. We weten niet wat we moeten doen. Ze is of achter de tafel. Ik voel me daar een beetje. Ik voel me daar een beetje. Super!
Noord. Op bezoek. Hallo. Hoi. Die keuken is best mooi geworden zo. Wat? Ja, de keuken, keuken is het enige wat ik niet heb verbouwd in mijn huis. Ja, de keuken is behoorlijk opgefrist. De keuken, leuk. Wat heb jij nou erover? Bedoel je dat scheefhangende afwasmachine of die lelijke afzuigkap? Wat inspireert je vooral op een moment? Ik vind het best leuk. Ik ben er nog nooit geweest dat jij zei dat je keuken jou zo irriteert als daar bij kreeg. Leuk ziet die keuken eruit. Ja, nou, heel modern. Past er wel goed bij nu. Doei. Good morning babes. De tijd is aangebroken om op vakantie te gaan. Jorni en ik gaan iets meer dan 2,5 week weg. We gaan lekker naar Spanje. Ik hoop dat het mooi weer is, want ik zag nu dat het precies vandaag als we aankomen 19 graden met regen is. Terwijl het gisteren 27 graden met zon was. En daarna nog een paar dagen slecht. Dus ik ben mijn koffer aan het inpakken. Dat ziet er ongeveer zo uit. Nog wat twijfelkleren op een stapeltje. En als die wel passen, mogen ze mee en anders niet. Maar ik vind het heel moeilijk me voor te bereiden, omdat het dus niet echt zomer meer is daar. Dat vind ik ook wel jammer, maar Jordi houdt gewoon niet van heel erg hitte, dus hij wilde niet weer naar bijvoorbeeld Bali. Zijn relatie is compromise. Zijn jullie het daarmee eens of niet? Of zou je je zin doordrukken? Ik heb trouwens een heel klein mini-staartje nu tegenwoordig. Het voelt als een kwast. Hallo! Ik ga deze vakantie proberen echt even een beetje een break te nemen. Rust in mijn hoofd te krijgen, te genieten, quality time te hebben met mijn vriend. Maar ook Kim is daar in de buurt, dus die ga ik waarschijnlijk ook zien. Dus dat betekent dat er even 2 weken geen vlog online komen na deze. Als ik er weer ben, dan zie je dat zeker op Instagram en Insta Stories of gewoon hier als je geabonneerd bent. Maar ik wilde niet daar de hele tijd bezig zijn met filmen, uploaden, edit bezig zijn. Gewoon even genieten en dat ga ik dus doen. Ik hoop dat jullie dat begrijpen en dat het gewoon niet altijd lukt om perfect vooruit te werken en dat soort dingen. Dus dat ik gewoon even een mini breakje neem en dan zie ik jullie daarna weer. Ik heb er nu al zin in. Ik ga weer leuke modevideo's voor jullie opnemen. Vergeet dus niet je te abonneren, want dan zie je me weer als ik weer terug ben. En ja, tot snel. Doei!